is dat, hè? En? 3 gram kaliumjodide. Beschadigd zakje. En 3 gram boorzuur. De droge materialen worden overgebracht. Beker. Water gaat erbij. Stopsel erop en heel goed geschud. Het kan verder oplossen. Dat is een analytische balans die nauwkeurig weegt tot 4 cijfers na de komma, dus tot een tiende van een milligram. We moeten 1 gram afwegen. Dat moet tussen 0,9 en 1,1 gram liggen, maar we moeten het gewicht perfect kennen. En op dit weegschuitje moet de bloem liggen tussen die twee inkepingen, om perfect in het toestel te passen terecht. Wat is hier interessant? Dus deze test bepaalt het percentage beschadigd zetmeel. In principe is dat een zeer belangrijk percentage. Ja. Dus de bloem ligt op dergelijke weegschuitjes. Die hebben een bepaalde gladheid. Die liggen schuin in het toestel. En op het moment dat de bloem er moet ingebracht worden, ontstaat er daar een vibratie en de bloem glijdt in het monstervat. Als dat gemeten is, gaat de bloem erbij gelaten worden. Beschadigde zetmeelkorrels kunnen jood absorberen. Dan is dat joodje niet meer ter beschikking is om stroom te geven. Dus dan wordt de stroom nog eens gemeten en het verschil tussen beiden bepaalt de hoeveelheid beschadigd zijn. Er zitten veel beschadigde zetmeelkorrels in, dan gaat er dus een groter stroomverschil zijn tussen voor en na. Dan heb je dus een groter percentage beschadigd zetmeel. Eerst op de basis is gebleven, zo hoort het. Ah ja. En zo hoort het. Dit is nog perfect. Ah ja. Is dat een toestel van 50 jaar? De uitlezing van vroegere toestellen waren in UCD, onder andere Unité Chopin-Dubois. Veel mensen zijn daar nog gewoon en daarom staan die eenheden daar nog altijd bij. Maar de AACC, het tweede, is eigenlijk rechtstreeks in percent beschadigd zetmeel. Dus dat geven wij altijd.